En welkom op de Technische Contactdag. Maar waarom ik hier eigenlijk ben is om een bezoekje te brengen aan de stand van SAAS. Nou Maurice, wat is dit voor knaloranje beauty? Wat kan die? Nou, die kan een hele hoop verschillende dingen. Dat hangt er vanaf welke bekken je erin hangt. Dit voorbeeld is een afbraakbek waar je dus de primaire afbraak genoemd wordt mee doet. Dus dat betekent eigenlijk dat je het gebouw afbreekt en naar de grond brengt. Ja. En dit is bijvoorbeeld een vergruizerbek waarmee je het materiaal dan verder kapot maakt en je wapeningstaal eruit haalt. Dat doe je dus dan nu met één machine met twee verschillende bekken. En hoe ziet jullie samenwerking met SAAS eruit? Hij is eigenlijk het steunpunt in Nederland voor ons. Want je kunt dat wel begrijpen, als je dit soort apparatuur, daar wordt behoorlijk grof mee omgegaan. Ja, dat is de bedoeling, hè? En dat is de bedoeling, dus ja, daar moet een hele goede service achter staan. En daar komt dus natuurlijk een bedrijf zoals SAAS